Architect Liongo Juliana neemt ons mee in een persoonlijk verhaal over de blinde vlekken in het vakgebied. Wie zijn wij en wie zijn ons allemaal? Als je niet de juiste voelsprieten hebt, hoor je dus niet wat de mensen tegen je zeggen. Your freedom stops where the freedom of another begins. Systems that exclude don't have a long lifespan. Nederland groeit door migratie. Voor wie gaan we bouwen? Ik zie architectuur en stedenbouw als de ruimtelijke oplossing van maatschappelijke vraagstukken zonder dat ik daarbij maatschappelijk werker ben. Architectuur en stedenbouw als vormgevers van ruimte waar de mensen kunnen doen wat ze daar graag willen doen. Zeker in onze grote steden wonen heel veel mensen met heel veel verschillende achtergronden. Niet alleen etnische achtergronden en religieuze achtergronden, maar ook qua leeftijd. Wat we zien gebeuren in de architectuur en stedenbouw is dat het steeds verder wegkomt van de mensen. Om heel concreet te maken hoe je ruimtes kan maken waar iedereen zich thuis voelt, moet je je gaan verdiepen in de mens. De beleving van mensen met een andere achtergrond of vrouwen wordt zelden meegenomen in de besluitvorming. Ze zijn niet aan tafel, niet fysiek, maar ook niet in de gedachten van de mensen die de beslissingen nemen. Het is eigenlijk de uitdaging om zoveel mogelijk perspectieven mee te nemen op het moment dat jij een ontwerpvraagstuk meeneemt. Zonder je daarin te verliezen en terug te komen naar wat de focus is om te beantwoorden wat er aan jou gevraagd wordt als architect of stedenbouwer om op te lossen, zodat de maatschappij op een betere en gebalanceerde manier kan functioneren. Inclusieve plekken, die ontstaan niet zomaar. Daar moet je hard aan blijven werken en ook met je hart aan werken, zodat er ruimte blijft voor iedereen en zo een maatschappij blijft bestaan die voor iedereen prettig is en waar iedereen zich thuis voelt. We zijn gezamenlijk als gemeente, ontwikkelaars, beleggers, architecten, bouwers, iedereen die in die keten zit, zijn we verantwoordelijk.